In het westelijk havengebied van Amsterdam is de raffinaderij van Mobil Oil officieel in gebruik gesteld. Hij behoort tot de modernste en schoonste van de wereld. Van de daarvoor getroffen voorzieningen is de 150 meter hoge schoorsteen de duidelijkst zichtbare. Hij helpt de luchtverontreiniging tegengaan. Op een terrein van 69 hectare werden 5 tanks gebouwd voor de opslag van 120.000 ton ruwe olie en 55 tanks voor 400.000 ton half- en eindproducten, zoals brandstoffen, smeermiddelen en chemische producten. In het elektronische hart van de raffinaderij controleren slechts 2 mensen de panelen waarop het grotendeels automatische productieproces tot in de kleinste details geregistreerd wordt. Vele van de in totaal 250 arbeidskrachten zijn betrokken bij de bedrijfsbeveiliging. De eigen brandweer oefent geregeld met de Amsterdamse brandweer. Toch mag men roken op het terrein. Daartoe zijn speciale in vakken verdeelde ronde huisjes neergezet, waarin men zo kan gaan zitten dat de wind geen vat heeft op de brandende rookwaren. Van Europoort, waar tankschepen tot 200.000 ton kunnen lossen, loopt een speciale pijpleiding naar Amsterdam, waar zulke grote tankers niet kunnen komen. Voor de afvoer van de producten zijn kaden gebouwd waaraan zowel zee- als binnenvaarttankschepen kunnen aanleggen. De totale capaciteit van de nieuwe raffinaderij, die 4 miljoen ton per jaar bedraagt, zal in 5 jaar worden opgevoerd tot 8 miljoen ton.